Na jednu stranu ne možeš zamisliti da se nekim dvijući koji se dijeli od naći krišku hljaba nismo imali hrani, da je ga više nije. Almir is 14 jaar als hij voor het Bosnische leger moet vechten. Hij ligt in een loopgraaf, bij een kas. Aan de overkant liggen Servische troepen onder aanvoering van generaal Mladic. En die zijn veel beter bewapend. Pravio projektil, on je bio Servisk komandan. Bilo je krvi po meni po licu. Kupili smo njegove komade da bi imali šta da sahranimo. Tad sam prvi put osjetio da je tu stvarno vratio. De burgeroorlog duurt 3 jaar. En uiteindelijk wint Bosnië haar zelfstandigheid en sindsdien is er vrede. Maar veel van de inwoners worstelen nog altijd. Ruim 400.000 Bosniërs lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. Almir is een van hen. Niko nije dobio rat. Svi su dobili samo bolesti, dobili su brige, dobili su bol, prazninu kad nije, ko je izgubio nekom fali. To ne može ništa nadoknaditi. Osjećam se toliko jadno. Jednostavno... Almir voelt de pijn nog altijd. Ook al is er in het landschap vaak niets meer van te zien. Behalve bij Srebrenica. Hier staat nog een Nederlandse VN-post. Het is voor Bosniërs een pijnlijk aandenken aan de oorlog tegen de Serven. In 1995 overloopt een Servische legermacht onder leiding van generaal Mladic de Nederlandse militairen, die kansloos zijn. Daarna plegen de Servische troepen genocide. 7000 mannen en jongens komen om bij de moordpartijen. De slachtoffers worden nu naast de Nederlandse post herdacht. Zašto sanjam samo rat? Zašto sanjam svake noći? Da li će mi ikad neki ljepši san doći? Svaka noć je noćna mora, ali ona doći mora. I ovu noć molim Boga, molim se za druga svoga. Teško ćemo ići dalje, jednostavno ne možeš, jer uvijek sjećanja su uvijek tu. Neka mjesta na koje odemo nas vraćaju u prošlost. Nažalost, život kojim živimo u snovima, sanjamo šta nam se dešavalo. Mislim da ni jedna presuda bilo kojim od zločinaca, ni doživotna robija, ni jednog čovjeka koji više nema.